Voor de derde keer werd door de woningcoöperaties Beter Wonen en Sint-Jozef de jaarlijkse beste buurbokaal uitgereikt. Uitreiking van de beste buurbokaal, dit jaar voor het derde jaar. En 3 jaar geleden gestart, ik was er toen nog niet bij. Maar mooi is te zien dat elk jaar toch een aantal andere gemeenten en coöperaties er ook aansluiten. Dus dat geeft wel aan dat we het met elkaar belangrijk vinden. En ik denk ook dat het hartstikke belangrijk is. En zeker in deze tijd. Noberschap is volgens mij heel belangrijk. En dan is het goed dat je elk jaar toch een aantal mensen in het zonnetje kunt zetten. Die zonder dat ze daar geld voor vangen, gewoon op vrijwillige basis dingen doen voor hun buren, hun omgeving, hun wijk. En zonder daarover te klagen zou ik bijna zeggen, maar ook zonder daar iets voor te ontvangen. Meneer is ondanks zijn leeftijd van boven de 90 jaar. Nou, 92 en plus. Nou, ik teken ervoor. Ik zou het fantastisch vinden als ik dan nog zo ben als u bent. U ziet er goed uit, dat komt me goed. Ja? Maar dat duurt nog 40 jaar. Gefeliciteerd. Ik vind het geweldig. Maar goed, hè, dus beste mensen, deze meneer is 92 jaar en wordt genomineerd als beste buur. Normaal gesproken zou men denken, men helpt u. Hè, als we een beetje realistisch zijn, maar u helpt een ander. Nou, ik vind het een voorbeeld, ik vind het geweldig. U bent de drijvende kracht achter de activiteiten georganiseerd voor de bewoners van het complex Windmolenbroek in de wijk Windmolenbroek. Riette en Fred, mag ik wel zeggen. Ja, precies. Bruinekool verrassen tijdens deze crisis mensen vanuit hun eigen middelen. Ja. In ons flatgebouw wonen veel alleenstaande en kwetsbare ouderen. Dan heb ik nog een ander stukje. In de coronaperiode hebben deze twee mensen zich zo geweldig gedragen door regelmatig bij alleenstaande ouderen een leuke attentie te brengen, zoals een bloemetje, een taartpunt, salade. En niet één keer nee, iedere keer kwam er wat. En als we ergens mee zaten, stonden ze altijd voor je klaar. Ricardo is de beste buurt van het Riethuis in Almelo die je kunt voorstellen. Sociaal, vriendelijk, hulpvaardig, altijd optimistisch, etc. etc. Woorden zijn hier overbodig, wordt er gezegd. Niets is hem te veel. Zelfs midden in de nacht kun je een beroep op hem doen. Burenwerk, er zijn voor elkaar. Zorgen voor elkaar, en de jury zei het net ook, vanuit de jury werd het net ook al gezegd, is van levensbelang als je op een plezierige manier wilt wonen. In een dorp of, zoals in ons geval, in de stad of in de wijk waar u woont. Nou, van de 3 genomineerden gaat de beste buurbokaal van dit jaar naar... Tromgeroffel. Ik was echt heel aangenaam verrast. Ik schrok een beetje toen de brief kwam. Ik denk, oh, wat gebeurt er nu? Maar het is toch fantastisch als je zulke buren hebt die je voordragen voor zoiets. Ja, het zijn eigenlijk allemaal gewoon hele simpele dingen. Even vragen van kun je nog wat doen, even daarmee helpen, even een kabeltje aansluiten, een praatje maken. Gewoon de standaard normale dingen die ik eigenlijk vind wat iedereen moet doen. Je vindt dat helemaal niet bijzonder, dat hoort gewoon. Nee, ik vind dat heel normaal. Maar ik heb er ook in mijn bloed zitten en ook natuurlijk opvoeding.